We staan hier in Zuidbroek bij een grote brand, bij Middelbrand. Wat kun je over vertellen? Ja, het is een leegstaande boerderij. We kregen een melding kort voor 00:30. De centralistie heeft op basis van de meldingen direct opgeschakeld naar Middelbrand. Het was een uitslaande brand en bij aankomst van de eerste eenheid stond het middengedeelte van de schuur was al helemaal ingestort. Er waren geen mensen aanwezig. Zoals ik zeg, leegstaande boerderij. Er staat ook verder helemaal niets meer in. We hebben besloten om defensief in te zetten. Dat betekent dat wij zorgen dat de belendingen, en hiernaast staat een boerderij waar het vliegvuur heen gaat, dat we dat voorkomen. En voor de rest laten we gecontroleerd uitbranden. En hoe groot is de schade hier? Ja, het was een wat oudere boerderij en over de exacte hoogte van de schade, dat is voor mij moeilijk in te schatten. Maar de boerderij is wel volledig verwoest. En hoe lang verwacht u hier nog bezig te zijn? Nou, ik denk dat we nog een uur, anderhalf uur wel bezig zijn. Wat ik zeg, we laten gecontroleerd uitbranden. Dus we moeten eens even wachten tot de brandstof weg is. En dan zullen we nog iets aan afblussing doen. En mogelijk dat we nog iets moeten gaan doen omdat de voorgevel staat op instorten. We hebben net al een paar delen zien neerkomen. Dat we dat nog moeten gaan veiligstellen. In de zin dat we de weg gaan afzetten. En dan zit onze taak hier er eigenlijk op. En is er ook iets bekend over de oorzaak van de brand? Nee, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat de politie morgen onderzoek gaat doen. Misschien te achterhalen wat de oorzaak geweest zou kunnen zijn. Daar is een soort hier, boven de brand. Ik weet niet of het gemaakt is.